Mevrouw, waar wordt u vrolijk van? Ja, ja. Beetje mooi weer, dat je vaker naar buiten kan. En wij nog meer. Dat de winkeltjes weer open gaan. En dan kan je rustig een keer weer de stad in. Maar nou, is niks. Ik word vandaag vrolijk van dat het niet regent en de zon schijnt. En de blauwe lucht er is. Daar word ik vrolijk van. Goedemorgen. We hebben vandaag een... Ik word heel vrolijk van haar. Maar we hebben een geslaagde vergadering gehad vanochtend over het textielfestival wat we gaan houden in Almelo. Zomer 2021 tot zomer 2022. Ik word vrolijk weer om de dingen te kunnen doen die we normaal ook gewoon kunnen doen. Gewoon normale bezoekregelingen, normaal met mensen, gezellige uitjes die je gewoon mist. De mensen om je heen die je mist. Mooie dag wordt het, de zon, het mooie blauwe licht, af en toe wind. En nou, dan ga je een fijne dag tegemoet. En je houdt de afstand van elkaar en je groet elkaar. En... Dat de zon schijnt vandaag. Dus dat is heel fijn dat je lekker een wandelingetje kan maken, lekker naar buiten toe. Dat de dagen weer langer worden en dat de zon schijnt. Ik zou vrolijk worden dat de corona voorbij was. Want iedereen die is een beetje corona-moe. En daar zouden we heel erg blij mee zijn. Als de winkels weer open gingen, dat ik kon shoppen. En niet alleen ik, dus een keertje met mijn dochter of met een vriendin. En dat je ergens een kopje koffie kunt drinken. Maar je wordt wel beknot, ja. Vind ik, in je mogelijkheden. Van de natuur, dat is het enige wat nog over is en wat de enige oplossing is. De natuur hou je niet tegen en daar zullen we het mee moeten doen. Zijn er misschien nog meer dingen waar u vrolijk van wordt? Alvast wel, van mooie muziek, van een fijn boek, van een kopje koffie, van wandelen. Word ik ook heel gelukkig van. Je ziet lekker naar de markt toe lopen, normaal met mijn mondkapje op. Want we zijn heel voorzichtig in dat gebeuren. Daar word ik blij van, want we zitten de hele dag binnen. En ja, dat begint op de duur begint dat een beetje tegen te staan. Wanneer denkt u dat u weer vrolijk kunt worden? Ja, als alles voorbij is. En wanneer is dat, denkt u? Maar ik denk dat het nog wel een tijdje duurt. Daar ben ik bang voor. Ja. Dus de vrolijkheid moeten we nog even... Op een laag pitje zetten. Ja. Ik hou van mooie bloemen. Ik hou van lekkere geuren. Ik hou van een eindje wandelen. Dus er zijn zoveel dingen waar een mens blij van kan worden. Ik kom net van de markt. Ik heb lekker kippetjes gehaald en een stukje kaas gehaald. Dus ik ben er helemaal blij mee. Dat zijn positieve geluiden. Ja, dat doet ons goed. En we gaan nu naar mijn vader toe, die 95 is. En die brengen we nog even een kippenboutje. Dus dan maken we hem ook nog blij. Welke dingen gaat u nou het eerste doen wanneer alle maatregelen voorbij zijn? Mijn kinderen en mijn kleinkinderen knuffelen, want die mis ik. En daar wordt u vrolijk van? Daar word ik heel vrolijk van. En als ik hem zie, word ik ook vrolijk.